Onze provincie pakt deze zomer uit met Vlag 2020, waarbij 38 kunstenaars maar liefst 100 verschillende vlaggen hebben ontworpen. En die staan nu opgesteld langs de 9 West-Vlaamse groene assen. En vandaag ga ik die vlaggen eens bekijken die opgesteld staan rond de strooroute. Dat is de route tussen Roeselare en Zonnebeke. En normaal gezien kom ik hier vlaggen tegen van Wim Opbroek, Bram de Munter en ook Jan en Rando Alt. Dat is de vlag van Bram de Munter. En als jij benieuwd bent naar de vlaggen van kunstenaars zoals Herzelen, Stefan van Vleteren of Tim Bisschop, dan moet je zeker surfen naar ikzomerwestvlaams.be.